Marlijn Twaalfhoven, ik ben componist, muzikus. En samen met dirigent en componist Imre Ploeg heb ik een plan. En daarvoor zoek ik zangers. Namelijk, op 22 september wordt er een bijzondere plek geopend voor het publiek. En die plek is de buitenplaats Doornburg in Maarsen. Het is een landhuis met daarnaast een heel mooi architectonisch oud klooster. En dat klooster krijgt een nieuwe bestemming. Daar komt wetenschap en kunst samen om het, ja, om grote vragen van deze tijd te onderzoeken. Om studenten aan professoren, aan schrijvers en filosofen te verbinden. Nou, een heel mooi plan is dat. Natuurlijk een project van jaren. Maar op 20 september zijn er een groot aantal genodigden. En die komen die plek bekijken voor het eerst. En mij is gevraagd, kun je een compositie ontwerpen waarbij je eigenlijk deze ruimte ervaart, maar ook eigenlijk het verhaal wat die plek te vertellen heeft, kan proeven. En toen ik daar was, was ik getroffen door de sereniteit, stilte, de leegte. Maar ja, bij een grote opening met 300 man is het natuurlijk niet zo sereen en niet zo leeg en zeker niet stil. Dus het plan is om op 22 september een stuk te maken waarbij de zangers door het gebouw verspreid staan en als het ware het karakter, het verhaal van die plek vertellen. Door klanken te maken die de ruimte als het ware vertalen in geluid en die ook aan het publiek een ervaring geeft dat je echt door het muziekstuk kan lopen. Dus samen met Imre willen we één dag aan de slag gaan. Dus we gaan niet van tevoren allemaal noten schrijven die je moet studeren. Nee, we zoeken zangers die in één dag kunnen gaan bouwen, kunnen gaan werken aan die klanksculptuur. En dat meteen diezelfde dag kunnen uitvoeren. Nou, als jij een ervaren of misschien wel verlegen, maar in ieder geval een koorzanger bent of een solist bent, iemand met een mooie stem, dan wil ik je van harte uitnodigen om je op te geven. En hoop ik je op 22 september te zien.